Een paar bosjes bloemen en een geel kruis markeren de plek waar de auto gisteren achteruit van de kade afgleed. Er staat nu een stalen vangrail, die is daar gisteravond door de gemeente neergezet. Emiel Jas is hier vanochtend speciaal naartoe gekomen. Ik heb het nieuws vanochtend gehoord. Waarom ben ik hier is omdat mijn oudste dochter bij hun oudste dochter op de crash heeft gezeten. Ik ken de ouders ook en ik wil hier voornamelijk steun betuigen aan de ouders en aan hun dochter. Het meisje van 5 moet nu als enig kind verder, nadat haar broertjes van 2 en 3 gisteren op de achterbank zijn verdronken. Ook het naastgelegen Douwe Egberts is in rouw. Veel medewerkers hebben het ongeval zien gebeuren. Een paar zijn zelfs het water ingedoken. Het bedrijf heeft een praatruimte ingericht en er ligt een condoleanceregister. Het nieuws van het ongeval is ook bij Douwe Egberts hier aan de Keulse Kade als een bom ingeslagen. De moeder van de jongens was namelijk een collega van de mensen hier. De meesten gaan dan ook even kijken. De woonwagenbewoners aan de overkant zijn nog steeds aangeslagen door wat er gisteren voor hun ogen gebeurde. Het is gewoon onmacht. Ja. Je hebt gedaan wat je kon doen en je kon niks doen. Dus dat is het moeilijkste ervan. Twee broers van het kamp schieten meteen te hulp. Eén duikt het water in. De ander, Nelis, pakt zijn boot en weet uiteindelijk de moeder van de jongens uit het water te halen. Ik heb Nelis net even gesproken. Hij houdt zich groot, maar je ziet dat hij het er erg moeilijk mee heeft. En hij was dan ook niet in staat om voor camera te reageren. Hij houdt zich hier een beetje schuil, want zodra je naar buiten stapt, dan ziet hij de plek waar hij gisteren ook was met zijn bootje. En komen alle beelden weer terug. En dat zijn beelden van zijn broer, die uit alle macht op de ramen van de auto beukt in een uiterste poging de jongens te bevrijden. Hij is vandaag gewoon naar zijn werk gegaan. De mensen hier verwerken het op hun eigen manier. We zijn samen een grote familie, dus we lassen dit samen wel op. De bewoners gaan vanmiddag bloemen brengen bij de Keulse Kade en bij de familie van de overleden jongens.